Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Namens de kerkraad wordt u het volgende meegedeeld. Volgende week zondagmorgen is er leesdienst. In een middagdienst die dan om 16:00 begint, gaat dominee Abie van der Heijden voor. Dit zo de Heer wil en we leven. Gemeente, we gaan samen zingen op Psalm 118 en daarvan het 7e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkt, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die sloof ik hem mijn leven lang. En wat er verder volgt, het 7e vers van Psalm 118. Met elkaar lezen op Psalm 143. Maar eerst doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 48, vers 6. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you.
lezen met elkaar Psalm 143. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mijn duisternissen als degeen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mezelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hem om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. Vragen we de Heer om een zegen over deze dienst. Heere, we hebben het zojuist met onze kinderen en jonge mensen tot de oudste toe gezongen. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig slot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. En Heere, die God bent u, die deze dag heeft ingesteld voor ons mensenkinderen als een rustdag. Een rustdag om aan u te wijden, zoals een van de dichters van de psalmen dat ook zegt. En mogen wij u dan danken dat we zo samen met elkaar opnieuw zijn samengekomen in dit bedehuis om naar uw woord te luisteren. Heren, wat is het een onbegrijpelijk wonder dat u ons dit geeft in tegenstelling tot zoveel andere mensen die nog nooit vanuit uw woord hebben gehoord. En iedere zondag opnieuw op deze rustdag komt u tot ons te spreken, heel persoonlijk, tot ons allemaal. En als we dan aan het begin staan van deze dienst, dan bidden wij u om uw onmisbare zegen. En heren, wat zouden wij u dan anders vragen dan om de zegen van uw Heilige Geest in het midden van de gemeente van Enter, opdat u deze hof zou doorwaaien en zoals eenmaal op de Pinksterdag kracht zou mogen doen, zoals wij dat ons niet voor kunnen stellen, maar dat allen aangeraakt zouden worden, van de jongste tot de oudste toe, hier in de kerk of thuis meeluisterend, aangeraakt door de werking van uw Heilige Geest. Heere, zou u met die geest ons harten niet alleen willen aanraken, maar ook willen openen voor uw woord. Als dat nog niet is gebeurd, Heere, zou u dat dan willen geven aan onze kinderen en aan onze jonge mensen. Kan zijn dat die kinderen en jonge mensen zijn in de gemeente van Enter die u mogen kennen. En die van harte dat vestje zingen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Heere, zou u dan aan die kinderen en aan die jonge mensen ook vanmiddag onderwijs willen geven? Heere, geef dat ze in hun jonge leven bij u mogen schuilen. Maar als we dat nog niet kennen als we jong zijn, misschien als we 15, 16 of 17, 18 jaar zijn en ons leven leven zoals we dat misschien al 18, 19 jaar doen. Heere, wilt u ze dan laten zien door de werking van uw Heilige Geest hoe goed het is om bij u de Heere te mogen schuilen. Hoe arm het leven zonder u is. Het kan zo mooi schijnen, het kan zo mooi lijken. En alles van deze wereld, het verbindt ons aan die wereld en het heeft zo'n aantrekkingskracht op ons hart. Want dat er gaat hebben we op en onder de kansel allemaal hetzelfde hart, maar Heere, laat u ze zien hoe goed het is om u de Heere te dienen en hoe veel rijker het leven wordt als ze u mogen kennen.
Daarom bidden wij van u, zou u in hun leven willen werken en niet alleen in hun leven, maar zou u dat werk van uw geest willen werken in het hart van een ieder van ons, van de jongste tot de oudste toe, als dat nog niet is gebeurd. Daarom laat u toch uw woord verkondigen, omdat doden zouden horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen toch leven. Heere, maak dan uw woord waar en doet u dan zelf wat u heeft beloofd en maakt u van dood levend zoals u dat alleen maar kunt. En doe dat niet één bij één, maar doe dat bij allemaal. Want er is er niet één die het missen kan. Er is er ook niet één in Ente die het verdiend heeft. En daarom zult u het ook nooit doen, Heere, maar u doet het alleen. Om uw grote naams wil, om de Heer Jezus Christus wil, die u naar deze aarde heeft gezonden, niet om te zoeken dat wat rechtvaardig is, maar o wonder van genade, om zondaren te redden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, ook in Ente, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, daar bidden wij u om. O God, brengt u terug wat nog niet tot u is teruggekeerd. Denkt u aan uw kinderen. U weet hoe ze naar de kerk zijn gekomen. U weet hoe ze vanmorgen hebben geluisterd. Toen het ging over de wederkomst en die wederkomst die u nog uitstelt in uw onverdiende grote goedheid, opdat u niet wilt dat enige verloren gaan, ook uit de gemeente van Enter. Maar Heer, u weet ook hoe het met uw kinderen is geweest, hoe ze daarnaar geluisterd hebben. Of uw kinderen hier in Enter op hun tenen lopen. Niet om zoveel mogelijk van deze wereld bij elkaar te vergaderen, maar op hun tenen lopen om uitzien en uitzien naar uw wederkomst. En het met Cudo de Bray zeggen, wij verwachten die dag met een groot verlangen dat wij hem mogen zien, onze liefste, zittend op die troon met al zijn engelen, omdat we zouden mogen ingaan in die eeuwige rust. Heer, u weet hoe ze hebben geluisterd en u weet hoe het met hun verlangen is. En dan bidden wij van u, zou u dan vanmiddag ook aan uw kinderen onderwijs willen geven. Bij u schuil ik. Heere, dat is niet één keer nodig, maar uw kinderen zullen dat leren en ook weten hier in Ente, dat is iedere keer opnieuw nodig. Om bij u te mogen schuilen in alle zorgen van dit leven. Om bij u te mogen schuilen met alle vragen van het hart. Om bij u te mogen schuilen tegen al die zonden. En Heere, laat u ze dan toch zien dat die schuilplaats bij u, dat dat een vaste schuilplaats is voor uw kinderen. En dat wie in die schuilplaats mag zitten, daar ook nooit meer uit zal kunnen vallen en dat alleen om het werk en de verdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die uw kinderen heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. O God van hemel en van aarde, wat ligt de zekerheid van uw kinderen daarin vast? Niet in hunzelf, maar in het feit dat u hen heeft gekocht met uw dierbaar bloed. Heere, wilt u zo zelf onderwijs geven aan een ieder van ons? Denk aan alle noden en zorgen die er zijn, ze zullen u vanmorgen zijn voorgelegd. Heere, geef dat we in al die noden en zorgen in dit tijdelijke leven bij u mogen schuilen. Als ik de weg niet meer weet, als het zo donker is, als de weg soms zo moeilijk is, als ik zoveel verdriet heb. Heere, bij u schuil ik. O God, geef dat we dat in al die onbegrepen wegen die u soms met ons kunt gaan, geef dat we dan bij u mogen schuilen. Die nooit beschamende rotsteen. Heere, wilt u gedenken ook aan ouderling Kippers die zoveel pijn te lijden heeft, wilt u hem geven alles wat nodig is en zou u de pijn willen verlichten, zou u de pijn weg willen nemen en schenk hem de genezing. Zoals u dat alleen maar kunt. Heere, wilt u hem daarbij helpen en wilt u hem daarbij ondersteunen? Wilt u aan de kerkraad denken? U kent ze, de broeders, één voor één. U kent hun hart. U kent hun leven. En u weet dat het mensenkinderen zijn. Net als ieder ander. Mensenkinderen op wiens schouders u een ambt heeft gelegd. En die daarin alles van u nodig hebben. En Heere, mag er dan veel gebed zijn vanuit het midden van de gemeente, ook voor de broeders ouderlingen en diakenen, als het gaat om het leiding geven in het midden van de gemeente. Maar zou u ook willen geven dat deze broeders veel aan de voeten van u, Heer Jezus Christus, te vinden zouden zijn voor elkaar, maar ook voor hunzelf, heel persoonlijk, opdat ze dat onderwijs wat ze van u ontvangen, weer door mogen geven in het midden van de gemeente.
Wij dragen, zo zegt Paulus, deze schat in een aardevat. Heren, maar dat weet u ook. En daarom bidden wij van u, zou u hen willen helpen, zoals u dat alleen maar kunt. Heren, geef dat uw werk in uw kerk op deze aarde, over deze hele wereld verspreid zijn voortgang mag vinden. Zending en evangelisatie hier dichtbij en verder weg, heren. Zou u het willen zegenen zoals u dat alleen maar kunt. Er worden overal van die mosterdzaadjes gezaaid in de akker van deze wereld. En het lijkt maar zo klein en zo beperkt, maar u kunt het laten opgroeien tot een boom. En heren, dat zult u toch ook doen en daarom bidden wij van u. Zou u dan aan hen die u uitzond in uw oog, zou u daarin dan kracht willen geven? En geef ze dan de rust te mogen ervaren dat zij alleen maar behoeven te zaaien, maar dat u zelf voor de groei zorgt. Hier dichtbij met het evangelisatiewerk, maar ook verder weg op de zendingsvelden. En breid uw koninkrijk dan uit, o God. Wilt u denken aan ons Nederland, aan ons land? Hier wilt u de regering wijsheid geven om ons volk te kunnen leiden, ook in tijd waarin zoveel onrust is, ook onder de bevolking. Heren, geeft u wijsheid, maar bovenal zou u een terugkeer willen geven tot u de levende God. Zeker ook in een tijd waarin alles wat met uw woord schijnt verbonden te zijn en wat met uw woord rekening wilt houden, meer en meer naar de rand van de samenleving wordt gedrongen. Heren, u staat overal boven. En zou u een terugkeer willen geven? En ook al denken wij mensen dat het niet kan gebeuren, er is maar alleen een wonder bij u vandaan nodig en wij zullen terugkeren, ook in de regering. En tegelijkertijd, o God, geeft u ons er een besef van. Ook al denken wij dat het verkeerd gaat in ons land, ook al denken wij dat het verkeerd gaat bij alle onrust in deze wereld, het gaat goed, omdat het gaat zoals u het wil. En in al die dingen die er op deze wereld gebeuren, in oorlogen, in rampen, worden uw voetstappen gehoord. Wij kunnen in uw woord lezen dat u eraan komt. En in de krant kunnen wij lezen, of in de media kunnen wij het horen en zien hoe ver u bent. En heren, we hebben ze vanmorgen hier in Enter gehoord dat u zoveel geduld heeft met deze wereld, maar u komt er wel aan. Het moment komt een keer dat die bazuinen zullen klinken. En geef dan dat we naar die voetstappen zouden luisteren en ons zouden haasten en spoeden om ons levenswil. Want Maranatha, Jezus, komt. Heren, wij bidden u om ons zegen over deze dienst. Neemt u alles weg in het spreken en in het luisteren wat hinderlijk is. Er is er altijd eentje bezig die onkruid zaait tussen de tarwe. Die graag ziet dat er heel veel dodelijk tussen de tarwe zit. Maar Heer, u staat er boven. En daarom bidden wij van u, neemt u alles weg. En geef ons de vrijheid en blijmoedigheid om het evangelie van uw woord in het midden van de gemeente te mogen neerleggen. Niet tot eer van een mensje, maar tot eer van uzelf. En daarom, Heren, red ook ditmaal. En dat alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen Psalm 143 en daarvan het tweede, het achtste en het negende vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En wat er verder volgt in vers 8 en vers 9, Psalm 143, vers 2, 8 en 9.
Kinderen, jonge mensen, gemeente, we gaan vanmiddag met elkaar luisteren naar wat de Heer zelf tegen ons te zeggen heeft vanuit zijn woord. En we doen dat vanuit Psalm 143, 9e vers, 4 woordjes. Bij u schuil ik. Dus Psalm 143, vers 9, bij u schuil ik. En we schrijven als thema boven de preek Davids. Kunnen jullie ook onthouden, kinderen en jonge mensen, Davids schuilplaats. Eerste gedachte, wie die schuilplaats is. Tweede gedachte, waarom die schuilplaats is. Er is voor David en voor ons mensen. En drie, voor wie die schuilplaats is. Dus Davids schuilplaats als eerste, wie die schuilplaats is. Ten tweede, waarom die schuilplaats er voor David en voor ons mensen is. En ten derde, voor wie die schuilplaats is. Kinderen en jonge mensen, eerst een voorbeeld voor jullie. In de Tweede Wereldoorlog had je in Rotterdam schuilkelders. Daarin kon je schuilen, daarin was je veilig. Veilig voor het gevaar van de bommen en van de granaten en de kogels van de Duitsers. En weet je, als er nou gevaar dreigde in de stad, als de Duitse vliegtuigen eraan kwamen, dan begonnen in heel Rotterdam de sirenes te loeien. En als die mensen dan die sirenes hoorden loeien in de stad, dan wisten ze het, er dreigt gevaar. Elke seconde telt, ik moet zo snel mogelijk naar een van die schuilkelders toe, waarin ik veilig ben voor het gevaar. Nou, en weet je, daarover gaat de preek vanmiddag eigenlijk ook. Het gaat over een schuilplaats waarin ik kan schuilen voor gevaar. Het gaat over een schuilplaats waarin ik als mensje veilig ben. En misschien zeg je vanmiddag, maar dominee, wat is die schuilplaats dan? Nou, luister maar naar wat David zegt in vers 9, lees het maar. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Nou ja, en als je dit zo hoort, dan snap je het. David die zoekt dus een schuilplaats, die schuilt dus bij de Heere. En waarom doet hij David dat eigenlijk? Waarom schuilt hij eigenlijk bij de Heere? Nou, om twee dingen. En we gaan er nu niet alles van zeggen, maar het eerste is omdat er kennelijk toch niet, iets niet helemaal goed zit in zijn hart. Tussen de Heere en zijn hart. Want lees maar wat er staat in vers 2. Daar bidt David, Heere, ga niet met mij in, met uw knecht in het gericht, want niemand zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Met andere woorden, zo zegt David, Heere, Heere, roep mij alstublieft niet ter verantwoording, als was u mijn rechter. Doe niet met mij naar wat ik verdien, want dan wordt het mijn dood. Want niemand, ook ik niet, want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Nou, dat is het eerste. En het tweede waarom David zegt, bij u schuil ik, is dit. David die zit hier waarschijnlijk in deze psalm. Zit hij in de spelonk van Adullam. En kinderen en jonge mensen, jullie kennen de geschiedenis denk ik wel. Waarom zit David daar in die spelonk van Adullam? Nou, omdat koning Saul hem op de hielen zit. En David die weet het, als koning Saul mij te pakken krijgt, dan wordt het mijn dood. En ziet u in gedachten daar David zitten. In die spelonk van Adullam, hij is doodsbang. Hij leeft nog wel, dat wel, maar lees maar eens wat er staat in vers 3. Hij voelt zich als iemand die als het ware levend begraven is. En de angst die houdt hem zo bezig, lees het maar in vers 4. Dat zijn ziel er wordt door overstelpt, zo zegt hij. Met andere woorden, die David daar in die spelonk van Adullam, die bezwijkt bijna onder het gevaar dat dreigt. Zijn hart siddert van angst en vrees. Nou, hier heeft u heel kort de achtergrond van deze psalm. David wordt van buiten omringd door vijanden. En van binnen wordt hij verteerd door angst en door vrees. Hij kan geen kant meer op. En dan?
En dan, als je geen kant meer op kan, wat doet David dan? Nou, dan vlucht David met zijn leven en met zijn hart naar de Heer. En dan zegt hij het, Heere, bij u schuil ik. Heere, bij u zoek ik bedekking. Heere, bij u zoek ik bescherming. En weet je, kinderen en jonge mensen, als ik David zo in gedachten voor me zie, hè, dan moet ik denken aan een schilderij wat ik ooit eens heb gezien. Moet je nooit meer vergeten. En op dat schilderij was een hele grote hand van iemand te zien. En in die hele grote hand, daar zat een heel klein mensje geschilderd. En aan de onderkant van dat schilderij stonden deze woorden. Bij u schuil ik. Nou weet je, om een beeld te krijgen, zo zie ik David daar eigenlijk als het ware zitten. Zo zie ik David voor hem als een heel klein, doodsbang mensje, hulpeloos mensje. Die zie ik zitten in die grote en in die veilige hand van de Heere. En in de doorboorde middelaarshand van die grote zoon van David. Onze Heere Jezus Christus, bij u schuil ik. Vindt u dat niet prachtig? Vindt u dit geen mooi beeld? Zijn lichaam legt David in de spelonk van Adullam, zodat hij verborgen is voor zijn vijanden van buitenaf. Maar zijn ziel en zijn leven legt hij als het ware als een klein mensje in de grote hand van de Heere, de trouwe God van het verbond, die nooit, maar dan ook nooit verandert. Zijn lichaam verbergt David in een spelonk, in een grot, in een spleet in de bergen. Maar met zijn hart werpt hij zich, als het ware, in de handen en in het hart van de Heere, zijn God. Prachtig. En waarom doet David dat? Wel omdat hij weet dat hij alleen daar bij de Heere, in de hand van de Heere en aan het hart van de Heere veilig is voor alle gevaren die hem omringen en die hem bedreigen. Bij u schuil ik. Prachtige woorden, het zijn maar vier woorden. Maar het is ten diepste een rijke geloofsbelijdenis van David, die geboren wordt, die als het ware opborrelt in het hart van David, in een periode van zijn leven waarin hij zich in een diep dal bevindt. En gemeente, jongeren en ouderen, zie vanmiddag eens hoe rijk je bent als je de Heere tot een schuilplaats hebt, als je als een heel klein mensje ligt in die grote hand van God. Ik bedoel dit, er kan soms zomaar ineens tegenwind komen in je leven. Het kan zomaar zijn dat de wind in jou, in mijn leven, in uw leven, als een koude, als een snijdende wind gaat waaien. Dat je in je leven in een diep dal terechtkomt. En wat ben je dan rijk als de Heere je een schuilplaats is. Hoezo, zeg je misschien? Nou, omdat je dan in al die omstandigheden niet behoeft te blijven staren naar al die gevaren waar je bang en bevreesd voor bent. Maar dat je dan net als David door het geloof naar boven mag staren en kijken en zeggen, Heere, trouwe God van het verbond, ik leg mezelf als een klein mensje. En ik geef mezelf als een klein mensje over in al die omstandigheden aan u. En ik leg mijn leven in die grote hand van u. En daar schuil ik bij u. Want gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. En gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En weet je, als je dat nou niet kan zeggen, hè? Bij u schuil ik. Dan ben je eigenlijk, als je bij de Heer kan schuilen, ben je nameloos rijk. Maar als je nou nog niet bij kan zeggen dat je bij de Heer schuilt, dan ben je ten diepste nameloos arm vanmiddag. Waarom?
Nou, dan sta je er in tijden van tegenwind. En dan sta je in tijden waarin je met je leven in een diep dal bevindt, helemaal alleen voor. Omdat je nergens echt kan schuilen. Bij u schuil ik. Schuilen, kinderen en jonge mensen, dat is jezelf verbergen. Schuilen, dat is zoeken naar bescherming, zoals de mensen dat in de Tweede Wereldoorlog deden. Schuilen, dat kun je doen op een plek, net als David, in de spelonk van Adullam. Maar, kinderen, schuilen, dat kan je ook doen bij een persoon. Denk maar aan thuis bij jullie bijvoorbeeld. Stel voor dat je hebt nog een broertje of een zusje thuis en dat broertje en zusje thuis, dat ziet ineens allemaal vreemde mensen binnen bij jullie thuis. Dan kan het zomaar gebeuren dat dat kleine zusje of dat kleine broertje van jou zich ineens vastklemt aan de benen van vader of moeder om daar achter te schuilen. Nou, en dat is dus wat David hier eigenlijk ook doet. Hij zoekt bescherming bij een persoon, bij de Heere. Nou ja, en u snapt het denk ik. Schuilen kan je doen op een plek, schuilen kan je doen bij een persoon, in dit geval met een hoofdletter. En weet je, als je nou dit zo hoort, hè, dan dringt eigenlijk de vraag vanmiddag aan ons allemaal aan zich op. Waar schuil ik nou eigenlijk? Waar zoek ik nou eigenlijk bescherming als ik 21 ben? Of 86 misschien? Of 47? Vul uw eigen leeftijd maar in. Waar zoek ik dekking? Waar ben ik nou eigenlijk veilig? En lieve mensen, dat is een belangrijke vraag. Dat is een vraag van levensbelang. Hoezo, zeg je misschien? Nou, kijk eerst eens maar naar wat er gebeurd is in het paradijs. Adam en Eva, die hadden gezondigd. En weet je, wat doen ze dan? Vluchten ze dan naar een persoon? Nee, dan vluchten ze naar een plek. Dan vluchten ze niet naar God. Nee, ze vluchten in tegenovergestelde richting. En ze gaan er in één rechte streep vandoor. Niet in de richting van een persoon, maar van de struiken. Niet in de richting van hun God, van God de hemelse Vader, maar in de richting van de struiken. En de Heere me roepen. Zeg Adam, waar ben je nou? Kom eens tevoorschijn, Adam. En weet je, sinds die tijd, hè, is het niet vanzelfsprekend dat ik als kind van God bij de Heere schuil. Echt niet, dat is niet waar. En dus is het goed om mezelf vanmiddag heel eerlijk de vraag te stellen, bij wie schuil ik nou eigenlijk? Vlucht ik nou naar de Heere toe? Of verzin ik allemaal uitvluchten om bij God vandaan te blijven? Schuil ik nou bij God? Of houd ik me met al mijn jamaars nou schuil voor God? Verberg ik me nou voor de Heere? Of is de Heere voor mij een verberging? En gemeente, lieve mensen, geef nou nu op dit moment eens heel eerlijk antwoord op deze vraag tussen God en uw en jouw hart. Moet je doen nu. En ik zeg u vanmiddag, het antwoord wat u of jij op deze vraag geeft, maakt het verschil tussen eeuwig leven of eeuwig dood. Tussen eeuwig licht of eeuwige duisternis. Want voor ons allemaal geldt wat David in vers 2 zegt en belijdt. Heere, roep mij niet ter verantwoording voor u als de hemelse rechter. Want niemand die leeft, David niet, maar ik zeker niet, zal voor u rechtvaardig zijn.
En geliefde gemeente, vergeet deze woorden vanaf vandaag nooit meer. Schrijf ze maar boven je bed of doe maar een plakketje in je auto bij u schuil ik. Doe dat maar in je agenda, jongelaar. Vergeet deze woorden nooit meer. Bij u schuil ik. Neem deze woorden mee in je hoofd en neem ze eerst en vooral ook mee in je hart. Want er is echt, lieve mensen, maar één plaats waar u, jij en ik veilig zijn. Weet u, u kent misschien allemaal, althans dat hoop ik, dat gedicht van McChane, hè? Die zegt op een gegeven moment, hij zegt, eens was ik een vreemdeling, toen schuilde hij niet bij God. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart en ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart en ik zag geen oordeel en ik zag geen toorn, ik zag geen eeuwige dood. En natuurlijk, ja, ik hoorde wel van de Heere Jezus, maar, en dan komt het, maar zo zegt hij dan, ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind van verre in mijzelf zo rijk. Nou, weet u, zo ben ik op en onder de kansel van nature ook. Ik hoor van het gevaar van de vijand. Ik hoor van die helse Saul die mij op de hielen zit. Die mij veel belooft en niks geeft, maar die de dood met mij op het oog heeft. Ik hoor van oordeel. En ik hoor ook van de Heer Jezus. Maar van nature hoor ik het aan. En verder, net als McChane, helemaal niets. Verblind door het ongeloof. Vlucht ook ik niet in het gebed tot de Heer Jezus. En hoe dat afloopt? Nou ja, ik zie het wel. En weet u, als u of jij zich vanmiddag hierin herkent, hè, dan moet je eens luisteren naar wat McChane daarna gaat zeggen. Dan zegt hij, maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed en werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En dan komt hij, toen vluchtte ik tot Jezus, hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. En lieve jongeren en ouderen vanmiddag, bid dan alstublieft om die geest van Christus, om die geest van God. Bid of hij het u of jou wil laten zien wie je zelf bent en wie God is en wie de Heere Jezus wil zijn voor zo iemand als u, jij en ik van nature zijn. En dan, zeg je, kan ik wachten tot ik een ontweeg? Nee. Bid, zo zegt de Heere, en u zal gegeven worden. Klopt, en u zal open gedaan worden. Zoekt, en u zult vinden. En ik weet zeker, echt waar, ik weet het zeker. Als hier je ogen voor open gaan, waarvoor? Voor de tere gevoelens van het hart van de Heere Jezus Christus, dat je hem direct in de armen valt. Echt waar. Bij u schuil ik. En laat dit trouwens ook een les zijn voor u of jou die door Gods geest aan jezelf bent ontdekt, zoals McChane dat ook zegt en met David vanmiddag zegt hier in de kerk of thuis meeluisterend. Heren, ik zie het, roep mij nou niet ter verantwoording. Als mijn rechter, want heren, dan is het voor mij voor altijd verloren. Kom luister eens vanmiddag. Zoek uw behoud. Zoek de vergeving. Niet op een plek zoals Adam en Eva dat deden. Zoek het niet net als zij in de vijgenboom bladeren van uw zoeken, van uw bekering, van uw tranen, van uw doen, van uw laten, van uw verbeteren, van uw werken van de wet. Maar zoek het op een andere plek. Zoek het op de kruisheuvel van Golgotha. Want alleen achter het bloed van de Heer Jezus Christus, daar bent u veilig. Daar kunt u schuilen en daar ben je voor eeuwig behouden. Zoek het bij een persoon met een hoofdletter.
Zoek het bij de Heere Jezus zelf, waarvan Jesaja het zegt, deze man, die man, de Heere Jezus Christus, is een verberging tegen de wind, en dan komt hij, en een schuilplaats voor de vloed. Zoek het in die gekloofde steenrots, die rots der eeuwen, de Heere Jezus Christus, want lieve mensen, alleen in deze rots vindt u rust voor uw hart. En weet u, hoe eerder je tot hem vlucht, met alles wat je benauwd maakt, hoe beter het is. En daarom, vlucht dan alstublieft door het geloof tot hem en zeg dan maar, Heere, wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En vind dan alstublieft de troost van uw verdriet over de zonde. En vind de rust voor uw onrustige hart dan aan het liefde hart van deze barmhartige borg en zaligmaker. Dat tere hart van onze Heere Jezus Christus, die de zondaars ontvangt, niet wegstuurt, maar die de zondaars ontvangt en met een eed. En ik zeg u vanmiddag, u bent welkom bij hem. Is dat zo, zegt u? Ja. Ik kan het niet begrijpen, zegt u. Nee, kan misschien. Maar u bent wel welkom bij hem. Want hoor maar wat hij zelf zegt. Kom nou herwaarts tot mij. Allen die vermoeid bent in enter. En ik zal u rust geven, zo is die zalig maken. Die bij hem schuiling zoeken. Bij u schuil ik. Kinderen, het zijn maar vier woordjes, hè. En als ik nou aan jullie vanmiddag zou vragen, kinderen, welke van deze vier woordjes vind je nou eigenlijk het mooist? Bij u schuil ik. Welke vind je het mooist? Dan hoop ik dat je zegt, dominee, deze twee woordjes. Bij u. En waarom hoop ik dat? Wel, omdat bij die u, bij de Heere, daar is zoveel te vinden en daar is zoveel te krijgen. Moet je maar eens luisteren. Bij u, zegt de dichter van Psalm 130, bij u is vergeving. En bij u is veel verlossing. En dan Psalm 60. En bij u is raad. Bij u alleen voor radelozen. En ja, dat ook. Bij de Heer is het leven te vinden. Want zo zingt de dichter van Psalm 36. En dan komt hij weer. Bij u, Heere, is de levensbron. En ja, dat ook. Als je nou kan zeggen, kinderen en jonge mensen en de ouderen die luisteren wel mee. Als je nou kan zeggen, bij u schuil ik. Dan behoor je ook bij die mensen waarvan de dichter van Psalm 68 zegt. Opdat zelfs het wederhorig kroost uit enter. En dan komt hij weer. Altijd bij u mag wonen. Twee woordjes. Prachtige woordjes. Bij u gemeente. Het zijn maar twee woordjes. Het zijn twee woordjes waarin iets doorklinkt van die blijvende liefde van de Heere, van de God van het verbond, voor die David die er daar zit in al zijn angst in die spelonk van Adullam. En het zijn tegelijkertijd twee woordjes waarin iets doorklinkt van de terugliefde van David tot de Heere. Bij u schuil ik. Trouwens, waarom gebruikt dat David dat woordje schuil hier eigenlijk? En dat is tegelijkertijd het tweede aandachtspunt. Waarom schuil David? Nou ja, we hoorden het al toch? Er dreigde gevaar. De vijand die zat op zijn hielen en de dood zat hem op zijn hielen. Het ging om leven en dood in het leven van David. En weet je kinderen, dat snappen jullie ook. Als er buiten gevaar dreigt, dan moet je niet naar buiten gaan. Maar dan moet je zorgen dat je binnen bent. Weet je, als er vroeger gevaar dreigde, dan
Als er bijvoorbeeld brand uitbrak in een dorp of als het water tot aan de rand van de dijk kwam. En die dijk die dreigde te doorbreken, dan liet men in het dorp de alarmklokken luiden. En dan werden die alarmklokken, die kerkklokken eigenlijk een soort alarmbellen. Alarmklokken, zo zou je kunnen zeggen. Alarmklokken die mensen daar in het dorp wakker wilden schudden. Die mensen erop wilden wijzen dat er gevaar dreigde. En die de mensen ertoe wilden aansporen om te vluchten. Nou, en zo is het eigenlijk in de kerk ook. Daar laat God de alarmklokken luiden. En waarom? Waarom? Nou, omdat er gevaar dreigt. Voor mensen die nog niet binnen, maar nog steeds buiten die schuilplaats zijn. Voor mensen die nog zonder God en Christus en zonder hoop door dit leven gaan. En ja, dat snappen jullie ook, kinderen en jonge mensen. Als bijvoorbeeld konijnen opgejaagd worden door een jager, dan slaan ze op de vlucht voor het gevaar. Nou, en dat is ook de bedoeling van onze goede God. God laat de alarmklokken luiden, ook vanmorgen. Hij laat de alarmklokken luiden. Niet om u of jou of mij te plagen, maar om mensen die nog buiten Christus, buiten die schuilplaats zijn, om die te behouden. Om ervoor te zorgen dat ze naar binnen gaan vluchten. Dat ze tot hem zouden vluchten. En ja, dat begrijpt u. Als de Heere door middel van de alarmklokken van zijn woord tegen ons zegt, je moet daarheen. Je moet terug naar de God, naar die schuilplaats. Je moet naar de vluchtheuvel Golgotha, want alleen daar ben je veilig. Ja, dan moet je natuurlijk wel naar die alarmklokken luisteren. Naar het geluid van die alarmklokken. En dan moet je het geluid van die alarmklokken niet in de wind slaan, lieve mensen. En zeggen, nou ja, ik zie wel wat er van komt. Niet doen. Niet afwachten. Niet uitstellen. Want als er gevaar dreigt, telt elke seconde. En weet je, ik had het in het begin van die preek, had ik het over die schuilkelders in Rotterdam. Daarin kon je schuilen voor bommen en voor granaten. En die schuilplaats in Rotterdam, die schuilkelders, die stonden open voor iedereen. Nou, ze wisten het ook met de schuilkelder. Met de schuilplaats van de Allerhoogste, die in Psalm 91 zo genoemd wordt. Die schuilplaats die staat open voor iedereen. En weet u wat een predikant hierbij zegt, Hugo Binning? Ik denk dat sommigen hem van u wel kennen. Durf hem ook wel aan te halen, hij is redelijk onverdacht. Die zegt op een gegeven moment, het evangelie van Christus heeft geen slagboom die de een buiten sluit en die de ander toelaat. Zal ik het u nog één keer zeggen? Kunt u het onthouden? Het evangelie van Christus heeft geen slagboom die de een buiten sluit en de ander toelaat. Nou, ik geef het u tot aanmoediging en aansporing maar mee. En tot troost. De schuilplaats van Christus kent geen slagboom, ook in Enteren niet. Nou, u snapt het denk ik, schuilen, hè, dat doe je als er gevaar dreigt. En ja, als je dan kan zeggen, bij u schuil ik, Heere, dan kan er van alles zijn in je leven wat zorgen baart. Kan ik bevreesd zijn, kan ik bang zijn. Maar dan kan ik tegelijkertijd toch ook met de dichter van Psalm 91 zingen. En we gaan het samen doen. Ik steun op God mijn toeverlaat. En daarom heb ik niets te vrezen. Psalm 91 en daarvan het vijfde vers. Thank you.
bij u schuil ik. Wanneer schuil je? Nou ja, dat doe je bij gevaar. Maar soms, als er nog geen direct gevaar dreigt, kan ik ook schuilen uit voorzorg. Ik bedoel dit. Als er weeralarm klinkt, als ze bijvoorbeeld code oranje of rood afgeven, dan kan het op het moment dat ze die code afgeven, nou, dan kan er nog geen vuiltje aan de lucht zijn, of beter gezegd, dan kan de zon nog gewoon schijnen en geen wolk aan de lucht zijn. En toch kan het dan zijn dat je denkt, ja, wacht even. Dat je achter je oren krabbelt en zegt, ja, is het nou eigenlijk wel verstandig dat ik nou naar buiten ga? Ga ik nou wel of niet de weg op? En zo ja, dan wil ik wel graag voor de bui binnen zijn. Ik wil wel bij tijds een veilig onderkomen hebben uit voorzorg. Want ik wil niet door die stortbuien overvallen worden. Schuilen bij gevaar, schuilen uit voorzorg. Weet u wie dat ook deed? Dat was Noach. Hij zag de bui al hangen. En hij zorgde ervoor dat hij voor de bui binnen was. En gemeente, denk hierover na. Misschien ervaart u op dit moment helemaal geen gevaar. De zon schijnt. Het gaat goed in mijn leven. Er is geen vuiltje aan de lucht. Geen wolkje te zien. Maar ik zeg u, het is code oranje. Het is code rood. Ik zie op grond van de Bijbel een bui hangen. Luister maar naar wat Joël 2 zegt. Daar staat, blaas de bazuin te Sion. Met andere woorden, laat de sirene daarin enter horen. Want de dag, hey, weet u het nog van vanmorgen? Want de dag van de Heere is nabij. Een dag, zo zegt Joël, van wolken en van dikke donkerheid. En u snapt het, denk ik. Joël spreekt daar van de dag van het komende oordeel. En geliefde gemeente, die dag komt. En wat staat er dan ergens in de Bijbel? Wel dit. Vlucht dan voor de toekomende toorn uit voorzorg. Vlucht, nu de zon nog schijnt, in uw of jouw leven. Vlucht voor de donkere wolken. Vlucht voor de bui die Joël ziet hangen, want het is code oranje. Zorg dat je bijtijds een onderkomen hebt. In die schuilplaats van de Allerhoogste. En gemeente, denk hierover na. De zon kan nu nog schijnen. Maar zomaar opeens kan de lucht in jou en mijn leven donker worden. Kunnen van die wolken dik boven in mijn hoofd opstapelen. Wolken in mijn persoonlijk leven. Wolken in het wereldgebeuren. En de eerste druppels, de eerste regendruppels van ellende, van zorg, van moeite, van ziekte, van pijn, die vallen hier in dit leven. Maar na de dood breken de stortbuien los. En als u nou uit voorzorg niet bij de Heere schuilt, als je hart en je leven niet veilig is in de doorboorde handen van onze Heer Jezus Christus, dan bid ik u vanmiddag uit de grond van mijn hart. Man, vrouw, jongen, meisje uit Enter, ren voor je leven, want elke seconde telt. Ren uit voorzorg naar die schuilplaats die God gegeven heeft, en wacht niet totdat de bui losbarst.
En misschien is er vanmiddag iemand die zegt, dominee, als het nou gaat over die schuilplaats, mag ik daar nou ook in gaan? Dan zeg ik u vanmiddag ja. Daar mag ik ook in gaan, daar mag u ook in gaan. Want we hoorden dat het evangelie van Christus kent geen slagboom. En dus zie ik vanmiddag als het ware bij God vandaan een deur wagenwijd openstaan. Niet voor hele nette mensen. Ook niet voor opgeknapte mensen. Nee, weet u voor wie? Voor grote zondaren. En voor grote zondaressen. En daarom kan het voor u ook en voor jou ook. Kan het voor u allemaal. Ik zie een deur bij God vandaan. In Christus wijd openstaan. Misschien is er vanmiddag iemand anders die zegt, maar dominee, mag ik daar ook in gaan zoals ik ben? Dan zeg ik vanmiddag van harte tegen je ja. Want Jezus, deze rots der eeuwen, die ontvangt de zonde. Ja, hij stuurt ze niet weg. Nee, deze ontvangt de zondaars. En hij eet met hen. En hij nodigt u vanmiddag en hij zegt, neigt uw oor nou tot mij. En kom tot mij, hoort. En uw ziel zal leven. Ja, zegt u, dit klinkt wel mooi. Maar dominee, ik ben het helemaal niet waard. Als ik voor die rechter sta van de Heere, dan moet ik met David zeggen in vers 2, Heere, zie niet op die ongerechtigheden, want niemand, ik zeker niet, ik zal niet voor uw aangezicht kunnen bestaan. Ik ben het helemaal niet waard. Wel, dan zeg ik u vanmiddag. Dat klopt. U bent het niet waard. Er is er ook nog nooit eentje geweest. Er is er nog nooit eentje naar binnen gegaan die het waard was. En er zal er ook nooit eentje komen. Maar waarom kan en mag een verloren zondaar of zondares uit Enter nou de toevlucht nemen tot Christus, de rots der eeuwen? Waarom kan dat nou? Wilt u het weten? Nou, kijk dan maar eens naar die vluchtheuvel Golgotha. Daar hangt deze rots der eeuwen, als een geslagen rots. En ziet u als het ware hoe de donkere wolken van Gods toorn over de zonde boven hem samenpakken. Daar is hij onder gegaan, onder de donderbuien en de stortbuien van Gods toorn over mijn zonde. Daar heeft hij met eerbied gesproken. Al dat gekletter van die stortbuien van boven opgevangen. En waarom? Had hij dat verdiend? Nee. Had hij schuld? Nee. En toch deed hij het. En waarom deed hij dat nou, die barmhartige zaligmaker? En kon ik hem u vanmiddag prediken zoals ik dat zou willen, dat je er allemaal naartoe zou gaan? Waarom deed hij dat nou? Wel in de eerste plaats uit liefde en tot eer van zijn Vader in de hemel. En hij deed het tegelijkertijd uit eeuwige zondaarsliefde. Voor wie? Voor onwaardige zondaren. En daarom, als u zegt ik ben het niet waard, nee, het klopt. Klopt, maar hij heeft het gedaan voor onwaardige zondaren. Begrijpt u? En alleen om Jezus wil. Mag u als een onwaardige zondaar of zondares uit Enter of waar je dan ook vandaan komt, tot hem de toevlucht nemen en bij hem schuilen. Bij u schuil ik. Schuilen bij direct gevaar. Schuilen uit voorzorg, voordat de bui losbarst. Schuilen voordat het te laat is. Want dat is ook de eerlijke boodschap van Gods woord. Er is een ruimte van zalig worden bij God vandaan, voor de grootste van. Maar er komt een tijd en dan kan het niet meer. Heeft u het vanmorgen gehoord? Dan is Gods geduld op. En dat kan zomaar ineens zijn. Kan zomaar gebeuren door een ongeluk. Door het springen van een klein adertje in je hoofd. Of wat dan ook. Heb je geen tijd meer om nog een gebedje te kunnen doen. Het kan zomaar zijn dat de Heere terugkomt op de wolken van de hemel, dat de dag van de Heere aanbreekt.
waarvan Johannes spreekt en dat de bui losbarst. En dat Jezus op de wolken verschijnt met zijn miljarden engelen. Maranatha, Jezus komt. En ook dan is het te laat. Dan kan je wel bidden tot de bergen, zo zegt de Heer Jezus. Om te schuilen voor hem die op de troon zit. Maar dat gebed zal niet meer worden verhoord. En daarom, lieve jongeren en ouderen, dat wil de Heer en niet de Heer wil niet. Dat u hebt het vanmorgen kunnen horen, dat er enigen zijn die vanuit Enter verloren gaan. Niet van de jongste en niet van de... Dat is niet wat hij wil. En daarom schuil toch alsjeblieft op tijd. Schuil uit voorzorg. Want tussen schuilen en niet schuilen, daar zit een verschil van dag en van eeuwige nacht. Van eeuwig binnen of eeuwig buiten. Trouwens, voor wie is die schuilplaats nou? Dat zegt David ook. Bij u schuil ik, dat is het laatste woordje, het derde aandachtspunt. Bij u schuil ik. En ja, die ik, dat is David, dat weet u inmiddels. Maar de Heer is niet alleen een schuilplaats voor David, gelukkig niet. En weet u wat ik nou vanmiddag voor u allen van harte hoop? Hè? Wel dit, dat u of dat jij vanmiddag door genade voor het woordje ik je eigen naam in mag vullen. Bij u schuil ik, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje uit Enter. En waarom hoop ik dat nou zo van harte? Nou, omdat je dan de gelukkigste mens op deze aarde wordt en bent. Tot die schuilplaats kan ik toevlucht nemen in mijn angst. In mijn nood, in mijn verdriet. In dat wat ik niet kan verwerken. In het verlies van mijn idealen. In het verlies van mijn gezondheid. En vul het maar in. Maar in die schuilplaats vind ik eerst en vooral, zoals Augustinus het zei, geestelijke rust. Voor mijn onrustige hart. In die schuilplaats mag ik door het geloof weten dat ik behouden ben. In die schuilplaats kan ik zingen dat God in Christus mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed is. En gemeente, wat een prachtige schuilplaats is dit eigenlijk. Weet u, deze schuilplaats, die is nou altijd open. Die is altijd open, 24 uur per dag. En daar mag ik nou altijd naartoe met mijn zonden. Daar mag ik altijd naartoe met mijn vragen. Met mijn vragen, jongelui en kinderen, als het gaat over God. Met mijn vragen, als het gaat over de toekomst. Met mijn vragen, als ik helemaal niets meer van de weg die de Heer met me door dit leven gaat, als ik er helemaal niks meer van begrijp. Met mijn vragen, omdat ik zelf geen antwoorden meer heb op de vragen van mijn hart. Mag ik altijd naartoe. Kortom, ik mag met alles naar hem toe gaan. En ik mag met alles bij hem schuilen. Zoals een kind soms maar even, zomaar even, bij haar moeder schuilt of bij zijn of haar vader. Omdat hij of zij het eventjes niet meer weet. En om deze schuilplaats, lieve mens, heb je, om die binnen te gaan, daar heb je geen geld voor nodig. Want de prijs is betaald. Door Christus, de rotssteen op Golgotha. En ik zeg u vanmiddag, er is in deze schuilplaats ruimte genoeg. En dus is er vanmiddag niemand die kan zeggen in Enter: dominee, ik kan voor dat woordje ik mijn eigen naam niet invullen. Want voor mij is er geen plaats in die schuilplaats, nee. Nee, er is plaats genoeg voor de grootste van de zondaar en zondares. Wacht even, zegt er misschien iemand. Wacht even. Voordat ik mijn eigen naam in mag vullen, hè.
voor deze schuilplaats. Dan moet deze schuilplaats mij toch wel eerst gegeven worden. Dominee, toch? Ik zeg u vanmiddag. Deze schuilplaats is van God gegeven. Luister maar, dat zegt hij zelf, zijn niet mijn woorden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, en daar komt hij, gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Niet verloren gaan. Niet omkomt. Tja, dat is dus de toekomst, eeuwige leven hebben. Voor een ieder die kan zeggen, bij u schuil ik. Al schuilend bij de Heere, loopt dit leven, lieve mensen, uiteindelijk uit op een eeuwig leven van blijdschap en van vreugde. Van eeuwige vreugde. Van eeuwig verkeren in de nabijheid van deze schuilplaats. En lieve jongelui, jullie kennen allemaal wel de gelijkenis van die jongste zoon en zij begonnen vrolijk te zijn toen hij thuis kwam. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar je hebt waarschijnlijk hetzelfde hart als ik. En dan kun je in dit leven, in deze wereld, kun je heel veel vrolijkheid zoeken. En ik gun het je van harte. Maar weet je, deze vrolijkheid, als je deze schuilplaats kent, deze vrolijkheid heeft een begin en die eindigt nooit. En daarom gun ik je deze vrolijkheid veel meer dan de vrolijkheid van deze wereld. En daar hoef je helemaal niet oud voor te zijn. Hoef je helemaal niet oud voor te zijn. Een schuilplaats van eeuwige rust. En weet u, bij het woordje rust moest ik denken aan wat dominee Wesley hierbij schreef. Die stond eens voor een geopend raam naar buiten te kijken. En op een gegeven moment werd zijn aandacht getrokken door wat hij zag in de lucht. En hij zag in de lucht een hele grote havik. Die een heel klein zangvogeltje achterna zat. En gefascineerd keek hij toe. Hoe zou dat aflopen daar in die lucht? En ja, hij zag het gebeuren. Dat kleine vogeltje dat raakte meer en meer buiten adem. En die grote havik die kwam steeds dichter en dichterbij. Radeloos zocht dat kleine beestje naar een schuilplaats. En op een gegeven moment, wat doet dat zangvogeltje? Die gaat zo roets het raam naar binnen, waar dominee Wesley stond. En hij verdwijnt in de jas van dominee Wesley. En wat doet die man? Die kijkt in de jas en die ziet die oogjes, die kijken angstig. En die vleugeltjes, die trilden nog van angst. Maar die havik, die was weg. En van lieverlee kwam dat beestje tot rust, veilig aan het hart van zijn redder. En ja, toen Wesley dat zag, raakte hij onder de indruk. Want zoals dat vogeltje rust vond aan het hart van hem, de redder, zo zouden ooit ook al Gods kinderen uiteindelijk voor eeuwig en voor altijd rust mogen vinden aan het hart van hun redder met een hoofdletter. Nou gemeente, zie hier het geluk en de rijkdom. Als je mag zeggen, bij u schuil ik. Dan ben je veilig voor tijd en voor eeuwigheid. En kan je zingen, nu, straks, je reis door dit leven vervolgen. Met de woorden van Maxine in je hart en op de lippen. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Heren, het was uw woord en daarom geven we dat woord ook weer aan u terug. Maar wij bidden u wel, wilt u met dat woord doen wat u heeft beloofd? U doet er altijd mee wat u behaagt. Mag het meegaan de komende week in. Voor onze kinderen, voor onze jonge mensen. Heren, mogen ze deze vier woorden nooit meer vergeten. Bij u schuil ik. Heren, we leggen zo heel de gemeente voor u neer.
Denk aan de kinderen, aan de jonge mensen, help dus op school. Sterk bij het werk wat we mogen doen, in huis, buitenshuis. Bewaar allen in dit leven. Heb dank voor uw woord. Vergeef het verkeerde. Zegen het uwe. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen Psalm 32 en daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 32, vers 6 en vers 4. Hier in de kerk en thuis de zegen van de Heere.
De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.